Dames en heren, welkom terug bij Thief Simulator. De vorige keer waren wij gebleven op het randje van level 7. We zijn echt level 6 met 2400 XP van de 2630. Nou staan wij hier voor 104, want we hebben bij 104 een missie staan. Of in ieder geval dit. Photograph several rooms. Dan weet ik niet helemaal wat daarmee wordt bedoeld, maar de experience is 50 plus alle loot die we vinden is ook wel prettig. Dus als wij eerst eventjes de drone erop smijten en die camera disablen, dan wachten tot die gozer eruit is en dan hebben we eigenlijk free pass erbinnen. Natuurlijk krijg ik hier echt de absolute kriebels van dat mensen zo midden in de nacht nog steeds zo actief zijn. Ik bedoel, wat is dan een beetje het punt om midden in de nacht aan het werk te gaan als er gewoon zoveel mensen nog steeds rijden en plotseling stil gaan staan omdat ze je herkennen. Nu komt er via dit looppaadje komt er achter ook nog eentje, dus dit is ook extra lekker. Maar weet je, trek die poster er vanaf en joink de ding even open. Hatsikidee. Dikke vette loot. Oh, deze kamer moesten we fotograferen. I shall do that. I have the photo. Dan zit er hier blijkbaar nog zo'n kamertje. Yes, I can do that. Klik. Mission complete. Zo simpel kan het zijn. Nou, dan hebben we voor deze kluis een lockpick. Die hadden we niet de vorige keer dat we hier waren. Dus ik ben benieuwd wat erin zit. Een high-end headphone. Yubie. Alarmklok. Ik ben echt al 100 keer hier binnen geweest, volgens mij. Dus de dingen die hier staan zijn niet van hele grote waarde, maar het is mooi meegenomen elke keer weer. Oké, ziet er naar uit dat ik weer alles heb leeggejoinkt van deze locatie. Ja, de vorige keer stond hier nog een computer, maar inmiddels is die... Oh, hey, de klok. Tuurlijk, de klok wil ik ook. De radio wil ik ook. Ja, zo kom je toch nog ineens dingen tegen die je nog niet had gejoinkt. Fles wijn op de badkamer, uiteraard. Ah, hartstikke logisch. Oh, wauw, je kan ook door de ventilatieschachten met hoog genoeg agility. Interessant. Ja, plus, ik wil ook nog eens even een keer kijken naar... Tenminste, ik heb de power off. Naar dit. Wat heb je hiervoor nodig? Een blowtorch. Geen idee hoe ik daaraan zou moeten komen, maar daar komen we met de tijd van het spelletje uiteindelijk wel achter. Hier een dikke vette baksteen. Hots. Nou, prima loot run. Als dat niet genoeg experience oplevert, dan weet ik het ook niet. Ik heb bij 108 heb ik ook nog een quest staan. Voor smash a few things. Tuurlijk, daar ben ik wel voor in. Nou, en nu ik toch bij de pawnshop ben. Hubba, sell all. Oké, ik had verwacht dat het gewoon in één keer zou gaan. Maar God verbiedt dat het in één keer gaat. En dan zijn wij bij 108 aangekomen. Nou weet ik even niet meer wat het slaapritme van 108 was. Even kijken. Out of house, in the bedroom sleeping. Oké, dan vanaf 8 uur is het handig om binnen te breken. Ah, en daar hebben we de bewoner in kwestie. Hallo en goodbye. Een simpele lockpick voor de poort. Oh nee, wacht, hij had een achterpoort die natuurlijk heel makkelijk open te breken was. Tenminste, exact op dezelfde manier, maar die valt wat minder in het zicht. Het is natuurlijk een beetje sussy om aan de straatkant constant de poort te openen en te doen. Oké, wat moeten we smashen? De tafel. Ah, daar is geen tafel meer. In de kelder, daar ben ik nog niet eerder geweest. Skateboard, joink ik voor de tweede keer. 108 basement key. Die heb ik niet. Oh, dat is wel een dingetje. Potten en pannen, die zijn altijd zo taffe zwaar. Waarom neem ik dat ook eigenlijk mee? Bronzen medaille. Heftig. Ja, want dat betekent als ik de basement key niet heb... Dat ik natuurlijk niet de basement in kan. En dan kan ik die mission niet afmaken. Tenzij erg in een kastje de sleutel zit verstopt. Probleem is wel een beetje. Die gozer komt natuurlijk uiteindelijk terug om te slapen. Dus ik moet zo min mogelijk sporen achterlaten dat ik hier ben geweest. Oh, shite. Daar heb je hem alweer. En ik vermoed dat dat zijn bedroom is. Dus wij wachten eventjes hier op het dak. En dan zal hij echt slapen voor de komende tijd. Oh, dat komt eigenlijk wel goed uit. Want als hij slaapt, kan ik hem pickpocketen. En ik vermoed dat hij de sleutel op zak heeft. En hij ligt op bed en hij is gelijk oud. Ik wou dat ik op die manier in slaap kon vallen. En pickpocket, pickpockets. Ik heb een drill gevonden. Wat? Waarom een drill? Waarom heeft hij een boor op zak en gaat hij slapen met een boor op zak? Maar als de zaak van de wereld. Ja, dat is wel een probleempje. Want dat betekent dat ik echt elke la moet gaan checken... Of er ergens een sleutel is. Oh, mijn backpack is vol. Dat is een probleempje, want... Nou, weet je, laat die headphones maar liggen. Waar, oh waar, kan de sleutel zijn? Dat is gek. Dan kan je gewoon alle deuren, et cetera, kan je gewoon pickpocketen. Of lockpicken.
Maar deze specifiek kan er dan weer niet. Ja, heb ik wat op tegen. Want ik kan gewoon de sleutel ook gewoon niet vinden. Ik ben een level up. Dat betekent dat we agility kunnen leren. Dat gaan we ook bij de eerstvolgende mogelijkheid doen. Nou, zeg. Ik heb echt voor mijn gevoel elk kastje opengetrokken wat er in dit huis is. Nope, helaas. Ik kan de sleutel niet vinden. Maar we hebben wel boordevol aan experience uit deze woning vandaan weten te trekken. En ook echt dikke vette loot. Waardoor wij uiteindelijk agility level 1 hebben. En zodra ik hier op druk en terug ga, worden we gebeld. God verbied. Well, well. You've actually got me to call you. Well, I should have you in my basement as we speak. Let's see. You steal half a million from us in some kind of self-vengeance project. You run off and think it's all over. Well, guess what? It's not. It's a miracle you're still alive. You have to thank your friend for that, as what he said to us is very valuable. Well, he is the reason I let you live. For now, you will do a few things for me, including paying back the money. For now, I need you to cause a mess at 109. Do everything you can there. Steal all the stuff. Do all the tasks. Okay, 109 moet even een dikke vette shotshow. Drie keer de prijs. Today's hot item. Een pot. Oh, en dan kan je die verkopen. En voor drie keer de... Oh, theepotten. Ja, oké, ik snap wat ermee wordt bedoeld. Zijn er tips van 109 die ik zou kunnen kopen? Zeer zeker. Ik heb toch echt genoeg geld. Eens even kijken. The woman is out van 16 tot 18. The male tenant leaves at 9 and come back at 18. Oké, dus van 4 tot 6 is het helemaal open. You can climb the creeper on the back fence. Oké, dus een klimopplant. Alle windows except the kitchen have window shutters. Oké, dus moeten we via de keuken naar binnen. Duidelijk. Zijn er nog andere missies wellicht die ik kan doen? Stoel bij 107. Ja, ik accepteer gewoon alles. Mocht het geval zover zijn. Oh, ik moet dus blijkbaar ook fotograferen de shed bij de 109. Oké, dan gaan we dat lekker doen. Oké, nou, 4 uur is aangebroken. En dat zal de bewoner zijn. Someone recognizes you. Nee, je bent niet de bewoner. Maar we... Ik bedoel, we kunnen wel... Nou ja, dit zal waarschijnlijk dat ene klimdingetje zijn. Snel, hop, hop. Here we go. Smash the plates. Oké, behalve de keuken. Oh, shit. Dus moet opengebroken worden. Easy. Aha. De keuken. En een studeerkamer is open. Nou, we hebben niet denderend veel tijd. Wel een beetje. Dus smash the plates. Ah, die nemen we mee. Moest ik nog meer iets smashen? Oh, elektronica. Dat kan ik niet doen. Ik moet de fucking tv meenemen van 5 kilo. Kom op. Ik heb echt veel te weinig tijd hiervoor. Detection, you're trespassing. Wie ziet me dan? Holy shit, iemand van de straatkant zag me gewoon. Dat is ziek. Hey, de gatekey. Dat is handig om te hebben. Oké. We hebben nog 3 kwartier de tijd ongeveer. Valley spating in the bedroom. Die is veel waard. Oekie doekie. Dan heb ik echt een dikke vette tv. En... Kan ik dit over de muur heen smijten? Hoi. Nee, ik heb wel eens betere dagen daarin gehad. Hoe kom ik hier naar buiten trouwens? Oké, dat is buiten in ieder geval. Oké, dat is ook buiten. Nu moet ik eens zorgen maken om hoe ik zelf naar buiten kom. Ik heb de front gate key. Oh, hier kan ik naar buiten. Dat doe ik gewoon zo. Moet ik hem dan ook relocken? Nee, blijkbaar niet. Oké, ik ben buiten. Ze zijn net beide teruggekomen. Oh, dan zullen ze braaksporen vinden. Ik moet opschieten. Yep. Tenant found an open door. I know. Ik had mijn auto beter moeten parkeren. The tenant found an open door. Sussie. Oeh, ik heb de shed nog niet gefotografeerd. Ja, dat moest ik nog doen. Oeh, computersoftware. $100 plus. Dat is nice. En deze koffiemachine is echt $300. Maar die is wanted on the Black Bay. Kan ik u wellicht verblijden met een televisie? $400. Yeah. En hoeveel is dit schilderij? $300. Nou, we hebben sowieso ons geld terugverdiend. Nu moeten we eigenlijk gewoon weer even poging 2 doen. En gewoon weer even lekker pass out till the afternoon. Zodat we die schuur kunnen fotograferen. Oké, daar gaat de laatste bewoonster. En die is footsie. Gelukkig verdwijnen die dan. Vind ik altijd een beetje wack, maar aangezien ik de sleutel van de voordeur heb, dan boeit het niet zozeer. Eens even kijken. Hier kan ik overheen klimmen.
Dat is de shed. Even fotograferen. Plats. Wat is dit? Dikke radio. I shall take it. Gaan we wederom even naar binnen. Want nu hebben we natuurlijk een poging 2. Dikke klok die gewoon in mijn broekzak past. Ah, computertje. Wacht, hoeveel is de computer? De prijs stond erbij. $500. Yes, huppa, naar buiten. Oké, time to dip. Want de bewoners komen er weer aan. Yo, ik heb weer loot voor jou. Computertje, scannertje, keyboardje. Ja, en allerlei andere dingen die ik op de Black Bay wil verkopen. Maar hoezo complete de 109 residences en go home? Au, ik ben nog niet naar home gegaan. Dat soort ding. Want dan zullen we linea recta gebeld worden. Verwacht ik. Want zo zit het spel in elkaar, weet je. Wordt gewoon continu gebeld. Dat bedoel ik. Listen, we're not gonna get that money back by stealing from locals. We have to go for something bigger. A heist, I mean. Check the whiteboard of your hideout. Oh, we gaan voor een dikke vette heist. Ja hoor. Dan heb ik ook weer wat spulletjes om de Black Bay aan te vullen. Stop alsjeblieft me bellen. Ik word er zo tering kriegel van. Before we go at something bigger, I want you to try your luck at the Forest Side Resort. It's filled with rich people and just tons of shiny things. I'll transfer the data about all loot and tenants to you. Actually, there's something I need from there. I'll pay generously for it. When you get there, I'll give you a call. Dit is zo onlogisch. Ja, we gaan een dikke vette heist doen. En dan loop ik naar de computer toe en zegt hij... Nee, nee, voordat we dat gaan doen... Oh, maar dit is schattig. Ja, Kitty. Lekker 25 experience opleveren. Hey, 200 XP en €2500 voor al deze elektronicaatjes. Hoppa. En de wallets, 1100. Dat levert genoeg op. En we zijn wederom level up. Dan weet ik niet wat we als volgende nodig zullen hebben. Ja, voor agility level 2 moeten we level 11 zijn. Safecracking is wel leuk. Backpack, eigenlijk handiger. Zodat we gewoon meer spullen bij ons kunnen dragen. Oh, blijkbaar is dit een ability die je gewoon kunt activeren. Item highlight, ability. Highlights the items that are worth more than 100 voor 3 minuten. Oké, dat is voor een dikke loot run. Maar dan heb je hier bijvoorbeeld runner en hearing. Daar heb je special points voor nodig. En hoe je daaraan komt, ik heb geen idee. Oké, de Forest Side Resort. Dan heb ik een automatic lockpick nodig en een shovel. En lockpicking 3. Ik krijg er af en toe een beetje de kriegels van. Shit, dan had ik wel voor safecracking moeten gaan. Oh, nee. Ik krijg er een beetje de kriegel van dat je kan niet sneller progressen. Want je zit achter zo'n muur. Je zit constant tegen zo'n muur aan te botsen van... Hey, qua progressie. Ik heb niet genoeg experience. Bla, 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 bla. Nou heb ik ook nog geen enkele keer een auto gestolen en uit elkaar getrokken. Komt waarschijnlijk later in het spelletje wel. Maar ik kan bewijs van nu al de car disassembly toolbox kopen. En ik zou niet weten waarom. Ondertussen koop ik wel even alle tips die het internet te bieden heeft. Voor 105 is de hond doof. Oh mijn god, dat wist ik eens. En voor de rest is alles dicht. Tenminste, kan ik hier niks meer halen. Wat is dit? Parcel lockers heb ik nog niet genoeg. Thief contracts. Steal 5 big items. Reputatie. Wat doet dat qua reputatie? Want dan staat hier ook steal toy lobster from 105. Ja, ik kan ze gewoon allemaal accepteren, toch? Ik bedoel, oh, je hebt maar 1 contract die je maar actief kan hebben. I see. Open 15 locks. Nou, dat is een kwestie van tijd. En de bewoners van 109 dieperen hem weer. Toedeledokie, you. Je zou zeggen, die gaan toch ook wel eens een keer hun slot veranderen. Maar, weet je, hoeft niet per se. Dat is in ieder geval 1 slot die we hebben geopend. Nou weet ik niet of er überhaupt hier nog meer loot is. Want ik heb echt zo'n beetje alles hier gejoinkt. Ik weet niet of het respawnt, maar de computers zijn er al niet meer. Oeh, ik had de kluis nog niet gedaan. Dat is waar. Als het een beetje opschiet, dan heb ik die op tijd leeg voordat de nieuwe bewoners komen. Of de bewoners überhaupt. Deze had ik ook nog niet gehad. Geld en een krant. En een lamp. Oké, time to dip. Deze doe ik wel even dicht. Deze doe ik ook dicht. Niks aan de hand. En we lopen gelijk naar de pawnshop. Normaalste zaak van de wereld. En ik heb helemaal nooit het bewijs vastgehad, joh. Hoe kom je daar nou weer bij? Er is bij 108 is er nog best wel wat flinke loot. Selfmade gun in the basement. Rock statue in the basement. En een oude tv in the living room. Probleem is, ik kom niet die klote basement in.
The key to the basement is upstairs. Ja, dan zijn we eigenlijk gewoon weer genoodzaakt om een tweede poging te wagen. Want die sleutel is er dus blijkbaar wel. Alleen ik heb hem gewoon nog niet gevonden. Oh mijn god, ik heb hier gekeken en die key die lag daar. Oh mijn hemel. Dat is toch ongelooflijk. Maar dan moet ik deze weer opnieuw smashen. Vooruit. The basement. Open the basement. Transistor. Ja hoor. Smash. Yes. Rock statue. Yes. Error. Ik heb een error in mijn beeld. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ik zie daar self-made gun in de basement. Hoe kom ik daar? What the heck? I hate everyone. No one ever loved me truly. No one respects me. I have no reason to do anything. But no matter what I do, I'm still drowning in sadness. I will put an end to it all as soon as my project is complete. Yikes. Is dat een zelfmoord notitie? Of is dat een ander soort notitie? Dat nam ineens een hele duistere wending. Oeh, safecracking, stethoscope. I do not have that. Maar we hebben nu wel de sleutel hiervoor. Dus we kunnen terugkeren wanneer we willen. En de bewoner is zojuist teruggekeerd. En ik ren lekker naar buiten toe. Joejoe. We hebben een special point unlocked. En met de special point kunnen wij één van deze twee unlocken. Want deze heb ik een hoger level voor nodig. Negotiator is wel een goeie hoor. 25% meer geld. Run much faster or decrease people's hearing range by 1 meter. Ja, dan is het wel handig om te weten wat überhaupt die range is. Dus ik loop wel gewoon sneller. Ik heb nog niet zozeer problemen gehad met mensen te veel hoorden of zoiets. Bij 107 hebben we Destroy the Chair. En daar is 107. Wat voor informatie heb ik nog meer over 107? Helemaal niks. Ze zijn out of house van 8 uur 's ochtends. Nou, dan zullen ze nu wel binnen zijn, toch? Kijk, er is een back gate. Indeed, there is. En daar zit een persoon en daar zit een camera. Die camera kan ik op zich gewoon lekker uitschakelen. Oké. Aha. Daar schrok ik van met die aha. Waarom doen ze dat nou weer? Dat doen ze ook puur omdat ze dan van locatie veranderen. Oh, kijk, zij is daar. Oh, dit is afgeschermd, dus daar kan ik niks mee. Maar ze hebben dus blijkbaar ook nog een hond. Oeh. Oh, die gaat naar boven toe. Ik schrok al. Hoe moet ik dit doen? Hij zit letterlijk daar. Ook al zit hij wel voor dichte lamellen. Aha. Oh, hij gaat verplaatsen. Yes. Oeh, dit is wel klote dat alles dicht zit met lamellen. Ja, dan komen we hier aan de voorkant met die ene camera. Oeh, dit is een lastige woning. Ik zie nu ook, all windows have window shutters active at night. Dus we zijn haast genoodzaakt om overdag binnen te komen. Alleen, ik wil graag weten wat hun... Ja, hoe heet het? Oh, ik heb de key. Kijk. Ik heb de hond gemarkeerd. En die gast had me echt zo erg kunnen zien. Oeh, hemel, die camera gaat echt helemaal tot hier. Oké, hij zit dan een beste tijd in zijn workroom. Maar zijn schema weet ik dus nu. Dus vanaf 3 uur 's nachts tot dan slaapt hij. Maar hij is dus zo'n beetje altijd thuis. Dan van 8 tot 8 zijn zij uit het huis. Dan gaat Claudia waarschijnlijk de hond uitlaten. Ik kan nog een poging wagen, maar die hond zit letterlijk hier. Heb ik nog... Ik heb nog dog meat. Hier, neem eens. Wordt hij er gek van? Hij heeft wel een vraagteken boven zijn hoofd. Dat dacht ik. Shit, ik heb wel de deur open gelaten. Dat is niet handig. Oké, we gaan hier even heen. Oké, dat is de workplek. Ik heb een vaas. Ik heb een hoofdstatue. Nog 2 uur te gaan voordat het tijd is dat hij naar bed toe gaat. Maar hij zit in zijn workroom en die moet ik slopen. Dat is de hele missie. Vacuum cleaner. Stop ik gewoon even in mijn broekspijp. Het is een kwestie van wachten voordat hij uiteindelijk doorloopt. Dan ga ik hier gewoon even lekker zitten. Zodat hij uiteindelijk naar boven toe gaat. Wat ik ook zou kunnen doen is als een dikke vette maniac die kamer nu gewoon inrennen. Een map op die stoel geven. Wegrennen. Maar ik vermoed dat ik hem dan die ene bewoner in mijn nek krijg. En daar gaat hij. Vraagt zich ook niet af wat de hond aan het eten is. Dat vind ik ook nog wel heel mooi. Van hé, what the fuck ben je daar aan het eten? Dat heb ik jou niet gegeven. Wat hebben we hier? Easter egg. En een projector. Oké, dat is de stoel in kwestie. Als we die mappen, dan is het ook zo ver. Dan gaan alle alarmbellen af. Dus daar moeten we een beetje mee opletten. Oh shit, de dog meat is uitgewerkt. En ik heb geen dog meat meer over. Shite. Well, we're committed now.
Bitch! Don't bite me, don't bite me, don't bite me. Oh mijn god. Ik ga gewoon bij de pawnshop in de bak. Jullie hebben me nooit gezien. Waarom moest die hond daar weer verplaatsen? Oh, die dogmeat was dan echt geldig voor 2-3 uur of zoiets. Oké, okay, ik stel voor, aangezien ik de experience toch nog nodig heb, dat ik pas nu om 8 uur 's ochtends naar binnen toe ga. Want dan ligt die vent toch nog te slapen en is die vrouw weg met de hond. Misschien kan ik ze nog heel snel pakken als ze nu naar buiten toe lopen. Kijk, daar is de doggo. Woe! Oh no, it's Burglar Awareness Day. Now we are fucked. Dan moeten we er tijd overheen laten gaan of zoiets. Ik weet niet meer exact wat het was. Het had iets met die kalender te maken. Oh shit. Hoe heeft hij me ineens door? Nou, dat is toch een partij oneerlijk. Go to jail. Want daar kunnen we ook nog dingen stelen. Nee, dat vond ik een partij oneerlijk. Want het hele gelul was juist... Ze zat achter de muur. Een muur. Daar heb ik echt specifiek op gewacht. Nah, zeg. Maar dit is ook de enige manier om in de jail te komen bij dit gebouw. En dan kan je hier, zeg maar... Kijk, alle loot er aan de rechterkant staat. 3 exit doors. Decent SSD in de bosses room. Exit door key is in de conference room. Heb ik die niet nog? Hier. Police station exit key. Dus ik kan gewoon via het dak kan ik naar buiten. Weet je... Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Extra crowbar, tuurlijk. Bailout, 2500. Oh. Ja, volgens mij wordt wel je loot afgenomen. Dus afhankelijk van hoeveel loot je bij je hebt... Volgens mij is dat een graadmeter van de bailout. Wat ik wel een beetje stom vind, is dat je dus... Ja, ik ben nu 9 uur 's ochtends in de gevangenis gezet. Dat je niet kan slapen op dit bedje. Je moet per se uitbreken. In plaats van gewoon het uitzitten. Oké, het ding was, ik moest het de vorige keer anders doen. Omdat, ja, qua missie liep het nou eenmaal zo. Maar nu heb ik wel even weer de tweede verdieping compleet tot mijn beschikking. Er lag hier dus blijkbaar ook gewoon een police exit key, besef ik nu. En dan zit ik ook een beetje van, ja, dikke hemel, hoe kan dit nou? Omdat dat wel kunnen betekenen dat ik gewoon via het dak had kunnen ontsnappen. Kunnen we in ieder geval deze hele kamer leegtrekken van... Alle inhoud. En dan ben ik level up. Volgens mij komt er namelijk niemand naar de bovenverdieping. En dan heb je hier alweer 3 exit doors. Key required. Tuurlijk. Die heb ik. Niks aan de hand. iMac is voor $720. En de bijbehorende ook nog heel leuk. Nou. Daar zeg ik geen nee tegen. Work laptop locked. Dan moet ik hem zeker openbreken. Door middel van elektronica. Ja, dat is iets wat ik niet heb. Ik heb wel een skill point. En die skill point kan ik mooi gebruiken in safecracking. En dan uiteindelijk zitten we dichtbij lockpicking level 3. En dan pas komen we bij electronics 1. En daar moeten we level 12 voor zijn. Mijn hemel, het komt een beetje grindy over. Voor de safecracking hebben we natuurlijk een stethoscoop nodig. En de iMac gaat voor $4000 en 10 XP. Daar zeg ik geen nee tegen. Ik heb een set aan fasen. Ik heb de rock statue. Ik heb de tape measure drill. En ik heb de self-made gun. Dat levert ook allemaal weer de benodigde experience op. Dan de stethoscoop voor $1000. Hoppa. Ah, een kluis op waarop ik kan oefenen. Oké, hoe werkt dit? Use the display buttons to rotate. Rotate in the correct direction. You'll notice a sound spectrum spring. Rotate more carefully then as you're very close... To the correct number, you'll hear the clack and have the number. 68, oké. Okay. Dus je moet gewoon naar de geluidgolfjes kijken en dan langzaam drukken. Oké, dit is niet heel moeilijk. Het is meer gewoon een kwestie van tijd. Oké, nou, mooi. Weten we hoe dat werkt. Weet ik niet zo gauw welk huis dat heeft, maar... Oké, ik heb tips gekocht van 111, 106 en 112. Dus dat zijn weer flinke woningen die we allemaal kunnen aanpakken. Dan heb ik nog steeds niet electronics en heb ik nog steeds niet bepaalde lockpick mogelijkheden. Maar ja, we gaan maar even kijken of we iets kunnen regelen. Want 111 heeft, dan zijn ze out of house en dan zijn ze out of house. Ik denk dat ze vanaf 10 uur ongeveer slapen. Er is een camera bij de garden entrance, elevation to the first floor window. En de male tenant is armed. Oh fuck, dan gaan we gewoon geblast worden joh. Als we het niet goed doen hè. Als we het niet goed doen. Oké, dit hek is lockpicking 3 voor nodig. Die camera kunnen we wel op deze manier disablen.
Dan kunnen we... Ah, dan moet je ook een level 3 lockpick voor nodig hebben. Wat verdik me. Dan is er... Ah ja, elevation to the first window. Correct. Dan is er geen andere manier om daar te komen. Tenzij je al via een van die andere woningen binnenstrompelt. Tenzij je in het struikje kan staan en dan eroverheen. Nee. Kijk, ik zie wel... Hoezo? Burglar, ik sta gewoon op je terrein. Ik doe niks. Oké, okay, nou... We bail in. Police were... Oké, ziek man. Ik heb net mijn straf uitgezeten, maar ik word gelijk weer op mijn fikken getikt. Maar, als ik het dus goed begrijp, heb je dus wel de mogelijkheid... What the fuck? Stop met blasten. Ik zag dus bij die... Waarom schieten ze? Op wat? Ik zie hem geen eens. Hoe en wat? Waarom? Oké, waar ik aan zat te denken is... Kijk, hier heb je nog een poort. Oh, daar heb je ook level 3 voor nodig. Oh, en dat zit ook geen eens verbonden aan elkaar. Ze hebben een hek ertussen. Maar hier heb je dit ding. En die verbindt wel daaraan. Dus als we dat even doen... Kijk, agility level 2. Oh, ik wil het zo graag een keer proberen. Kijk, dit is de verhoging die we initieel zagen. Vanuit de verhoging kunnen we uiteindelijk wel weer overspringen daarheen. Dus dan hoeven we ons ook geen zorgen te maken om de camera die hier zit. Want dat is een statische camera. Dan komen we hier. Kunnen we deze opensnijden. En kunnen we binnentreden. Is hij van de woning waar ik nu ben? Want dan is het echt een tafes grote woning. Oeh, fuck, hij zit daar gewoon. Oké, wacht, wat houdt dat in? Wat houdt dat in? Workroom upstairs. Living room sofa. Workroom upstairs. Dus echt vanaf 2300 uur tot 2 uur zit hij hier zo'n beetje. I don't trust it, I go here. Oh, kijk. Alleen, het probleem is een beetje. Die vrouw komt waarschijnlijk straks naar boven toe en die gaat dan ineens slapen. Oh nee, die is nu out of house. En dan pas rond 10 uur gaat ze slapen. Oké. Dus als ik het zo even bekijk. Als ik vanaf 1700 uur naar binnen toe kruip. Dan zit hij gewoon op die werkkamer. En dan kan ik de stethoscoop op de kluis loslaten. Want dan zit die dame in de voortuin. Maar, dikke prima. Oké. And now we enter the building. Hij zit daar. Er is niks aan de hand. Als ik dit gewoon doe, komt alles goed. Ah, gold bracelet. 100 experience. I shall take it. Oké, heel even kijken naar het schema. Workroom upstairs, front garden en dan is out of house. Oké, dus ik kan nu eigenlijk gewoon naar beneden toe glippen. In de veronderstelling dat ik niet gespot word door haar. Kom ik uiteindelijk hier in de garage. Oké, komt hij op een gegeven moment naar beneden toe? Workroom. Oké, vanaf 9 uur 's avonds komt hij naar beneden toe. X-Cube Gaming Pad. Mijn... klote inventaris is vol. Ja, ik heb wel een paar lelijk zware dingen gepakt. Die gitaar. Die klok, dat is al echt 10 kilo. Chessboard. Een paar kleine dingetjes. Amerikaanse whisky is ook te zwaar. Anders moeten we hier gewoon een keer naar terugkeren. Zodat we echt voor die Xbox, et cetera, kunnen gaan. Ik weet niet of er nog een paar kleine dingetjes zitten die leuk... een leuk bedrag waard zijn. Elektrische tandenborstel. 1 kilo voor een elektrische tandenborstel. Yeah, right. Ik vind het ook wel wat dat je van binnenuit niet de, hoe heet het, kan openen. De voordeur. Maar goed, huppa. Een prima run. Ik ben benieuwd hoeveel de gold bracelet waard is. Ik zie hem ineens niet staan. Kan ik blijkbaar hier niet verkopen. Nou weet ik niet helemaal waarom. Oh, het is een story item. Oh shit. Dan heb ik blijkbaar al een quest item gepakt voordat ik die überhaupt hoefde te hebben. Oké, de grind is een beetje begonnen totdat we uiteindelijk het juiste level hebben. Zodat we uiteindelijk lockpicking 3 kunnen halen. Totdat we uiteindelijk dan weer de heist kunnen gaan doen. Bla 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 bla. Het is een beetje grindy geworden. Komt uiteindelijk wel goed. Dames en heren, bedankt voor het kijken. 2 video's ernaast mij maken gebruik van. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.